Goedendag, mijn naam is Sint lucasse Welkom bij weer een wervelende aflevering van Kaffee Weltschmerz. Ik ben hier vandaag met de Europarlementariër Auker Zelstra. En uh, we gaan het gewoon hebben over alles wat met de Europese politiek te maken heeft. Auker, wat is volgens jou nu echt een probleem van de Europese Unie? In de, oh, in de kern van de zaak is de, de, is de aard van de Unie van zichzelf een probleem. Namelijk dat uh, je uiteindelijk geregeerd wordt door buitenlanders. En dat geldt voor iedereen. Of je nou een Duitser bent of een Sloveen. Uiteindelijk ligt de macht voor het overgrote deel bij andere landen. Dus je bent altijd, sta je te vechten tegen een groep ja, buitenlanders. Daar ga je dus niet meer over. En het gekke is dat niemand zich dat realiseert. Ik kom wel eens bij scholen, want de Europese Unie sponsort een soort systeem waarbij je Europarlementje kunt spelen op VWO's en dergelijke. En als je dan wint, dan mag je helemaal naar Brussel toe. Hartstikke leuk. Maar als je daar dan komt en er zitten dan 50 mensen en die zeggen, ja we gaan parlement Spelen en we gaan het hebben over nou ja, de keuze van het menu en de keuken of iets dergelijks. Dan zeg ik altijd: van ja, als je nu werkelijk het Europees parlement wilt spelen met 50 man, dan stuur je nu dus 48 mensen weg. En dan blijven er twee zitten, dat zijn dan de Nederlanders. En dan vervang je je door 48 mensen uit het buitenland, die niet weten waar het over gaat, die niks met je schuld te maken hebben. En dan gaan we stemmen. Dat is de Europese Unie. Oké, okay. en uh, wil jij dan ook zover gaan dat je zegt: van nou eigenlijk is er helemaal totaal eigenlijk geen, geen democratie, uh, dus het democratisch deficit. Hoe zie jij dat? Ik, ik denk dat het een, dat is geen tekort, dat is een volstrekte afwezigheid. En, en uh, de, 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 de Europese Unie heeft in de kern van de zaak nooit iets met democratie te maken. Dat, dat kan niet, omdat gewoon de demos niet vertegenwoordigd is. Je, kunt, uh, je moet samenwerken op basis van vrijwilligheid. Dat landen moeten samenwerken is volstrekt helder. Maar dat kan nooit gebeuren vanuit het idee van, van soevereiniteitsoverdracht. Want je geeft iets weg wat, ah, wat helemaal niet van jou is. Maar het lokt dat dus dat uit. En het idee van uh, we gaan uh, macht naar boven transfereren, we, we gooien dat echt naar Brussel neer. En vervolgens uh, kiezen we ervoor om dan ook uh, daar een soort uh, democratie. Een volksvertegenwoordiging naar neer te zetten. Dat verergert eigenlijk het probleem. Want opnieuw, die volksvertegenwoordiging die bestaat dus voor het groot gedeelte. Nou, niet uit jou. Oké, okay, je zegt er is geen Europese demos. Nou, dat is een bekende analyse. En je zegt zelfs er is totaal geen democratie. Nou ja, het Europarlement, dat gaan we allemaal kiezen uh, morgen. Alleen wie of wat vertegenwoordig jij dan? Wat doe jij daar dan? Ik, uh, ik vertegenwoordig uh, ja, uh, Nederland. Dat is, uh, dat is juridisch maar, zo vastgelegd. Maar dat is toch een democratische representatie? Ja, maar waar het over gaat is niet zozeer dat ik daar mijn mond open kan doen en zeggen van nou, ik ben het er niet mee eens dat de pulsvisserij verboden wordt. Het punt is dat alle anderen met z'n allen daar dus van ik zeggen, nog pech gehad. Als het een, puur een vertegenwoordigende representatie was, waar je zegt van ja, ik, heb, uh, ik, 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 ik neem de mening van Nederland mee en daar hebben we het nog eens een keer over, maar ik kan altijd nog nee zeggen, dan heb je dus een wezenlijk andere situatie. Waar het, het probleem van, dit, van deze structuur is dat er machtsoverdracht plaatsvindt. De soevereiniteit wordt afgestaan aan een overkoepelend lichaam dat inherent ondemocratisch is en ook niet democratisch gemaakt kan worden. Oké. Okay. En waarom kan het volgens jou niet democratisch gemaakt worden? Omdat er altijd uh, uh, die demos altijd ontbreekt. Kijk, waar, men heeft op allerlei manieren geprobeerd een beetje in in lijn van de van de constitutie van de Verenigde Staten uh, er al uh, zo'n evenredige vertegenwoordiging van te maken. Dus uh, Duitsland heeft niet de macht in de raad die ze eigenlijk zouden moeten hebben aan de lang van een economie of een bevolkingsaantal. En uh, ook op, op de basis van het Europees Parlement hebben we gezegd, van nou, een Duitser heeft voor één zeteltje 800.000 stemmen nodig, een Nederlander 180.000 en iemand uit Malta maar 60.000. Dus die Maltese is zwaar oververtegenwoordigd. En waarom hebben we dat zo gedaan? Als we dat evenredig zouden doen, dus, hè, dan los je het probleem op. One man, one vote, heel Europa stemt voor één parlement. Dan heeft Malta bij 751 leden recht op 0,3 zetel, geloof ik. Dus dan ben je volstrekt onvertegenwoordigd. Altijd. In de Verenigde Staten is het idee dat, dat geen enkele presidentkandidaat ooit naar Hawaii vliegt om daar campagne te voeren, uh, en Hawaii dus wel geregeerd wordt, maar niet mee mag doen. Ja, dat, dat, dat is een soort acceptatie, omdat nou ja, we zijn allemaal Amerikanen Maar die acceptatie is er in Europa, Europa natuurlijk helemaal niet. Je kan, je, niet zeggen van, je kan het toch gelijk met onze overzeese koloniën bijvoorbeeld? Die kunnen toch ook gewoon lekker meestemmen met de verkiezingen? Ja, nou, dat, uh, en daar zijn ze vast heel tevreden over. Die worden natuurlijk ook gewoon op afstand geregeerd. Ik ben, ik ben in, de, in de aard van de zaak helemaal niet zo voor die uh, hele grote overkoepelende organisaties. Dus ik denk dat democratie op een heel uh, lokale plaats uh, moet vorm krijgen. Dat je uh -huh. daar uh, kunt beleven dat je je medezeggenschap hebt. Ja, dat is dus subsidiariteit hè? en soevereiniteit in eigen kring. Dus die bevoegdheden daar uitoefenen, op die bestuursniveau die het dichtst liggen bij de belevingswereld. Van de burger. Dus dat is inderdaad een denkrichting. Nou ja, maar weet je dat, dat die denkrichting. die heeft dus een plek in het verdrag. Er staat dus daadwerkelijk. subsidiariteit wordt genoemd als principe van de Europese Unie. Maar als je de. Uh, de Europese Commissie daarover gaat bevragen. en dat heb ik regelmatig gedaan. van hoe, hoe interpreteert u subsidiariteit. dan zeggen ze. Nou, zodra de Commissie het beter kan. dan, ligt, dan is het aan de Commissie. En wie besluit daarover? Dat is de Commissie. Maar dat is geen subsidiariteit. Ja. Subsidiariteit gaat erom dat, de, dat als je het in theorie zou kunnen doen, ja. dan ga jij erover. Ook al verprut je het helemaal. Je hebt het recht om het te verknoeien. Je is niet zo van, nou ja, dat, dat de commissie zegt van, nou weet je, weet je wat handig is, uh, allemaal dezelfde ziektekostenverzekering. Want dat is lekker goedkoop. Ja, maar dat is dus geen subsidiariteit. Zodra een land zegt, ja, maar ik kan het prima in mijn eigen grenzen uh, organiseren en een ander land wordt er niet door getroffen. Ja, dan zou, dan zou het principe van subsidiariteit moeten zijn van, goh, ik, heb, uh, ik mag dat lokaal doen. En alleen al het feit dat de commissie zelf besluit of subsidiariteit van toepassing is, geeft aan dat subsidiariteit helemaal geen rol speelt in de Europese Unie. Het is een sterk centraliserend gegeven. Ja, bijvoorbeeld het comité van de regio heeft het recht om uh, nu een procedure aan te starten tegen de commissie op het moment dat ze vinden dat subsidiariteit wordt aangetast. Maar dat gebeurt in de praktijk helemaal nooit. Uh, dus dat veronderstelt, versterkt wel wat jij, wat jij zegt: hè? dat het één groot circus is waar eigenlijk nooit subsidiariteit wordt gewaarborgd. Alleen, uh, ja, jij bent natuurlijk PVV'er. Uh, dus zoals jij het ziet, gaat het natuurlijk vooral om uh, lidstaten. Hè? Dus, dus natiestaten, Europa van naties en vrijheden. Uh, dus dat het echt gaat om macht van lidstaten. En als je het zo bekijkt, dan is het op zich al heel verdedigbaar dat we niet een one-man one vote hebben, als ze echt een one man, one vote hebben, dan zouden landen als Duitsland en zo nog veel sterker zijn dan dat ze feitelijk zijn. En zou het nog moeilijker worden om compromissen te sluiten waarin zo'n kleinere lidstaat als Malta en Cyprus en dergelijke in, in worden meegenomen. Zou je juist niet als uh, verdediger natuurlijk van soevereiniteit en van nazistaten, hè, van nazistaten als hmm. entiteit, zou juist daarom niet juist tegen het idee moeten zijn van het, van het one man, one vote, demos verhaal. Ja, ik denk dat dat helemaal correct is. Ik denk dat als je een structuur wilt uh, bedenken waarin uh, landen op een gestructureerde wijze samenwerken, ook in, uh, als alternatief voor de Europese Unie, dan moet je om te beginnen het Europees Parlement afschaffen. Dat heeft geen enkele rol. Dan moet je komen tot een commissie die werkelijk een neutrale uh, voorzitter is, een neutrale scheidsrechter over wat onderling afspraken. Nou, de commissie is niet neutraal. Maar wat je vooral moet doen, is de individuele lidstaten het recht geven op een veto. Op ieder terrein. En daar is op dit moment helemaal geen sprake van. Zelfs vanaf het eerste verdrag, het verdrag van Rome, staan al zaken in die aan uh, in dat geval de EEG zijn gegeven. En die dat principe met voet en treden. Wellicht was het in de naoorlogse periode, in de jaren 50, nog het idee van nou, het is misschien een goed idee, het waren ook maar zes landjes. Maar uh, toch principieel is het onjuist om als, als land een, uh, je vetorecht te op te geven. En je ziet het ook steeds verder gaan. Je merkt, uh, ook in de debatten die uh, de afgelopen week weer in de Tweede Kamer waren, Harbers die moest opstappen, want, uh, want criminele asielzoekers die zijn niet uit te zetten. En waarom zijn die niet uit te zetten? Omdat die regelgeving ondertussen in Brussel ligt. En dat is, blijkt onaanpasbaar te zijn. Maar, nu zeg je, hij moest weg omdat asielzoekers niet uitgezet werden. En niet konden worden, maar speelt ook niet een rol dat er, er onduidelijkheid was over cijfers. Wat daar wel of niet in zit. Ja, ja, maar met, de achter, dacht in criminaliteit. De ja, oké, okay, maar de, waarom veeg je criminaliteit onder het uh, tapijt? Omdat je weet dat je, niet, je kunt er niet tegen optreden, je kunt er niets tegen doen. Wij vallen ondertussen onder internationale instituten, nou, het Europees Hof van Justitie, maar hè, daarbovenop nog het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Die uh, beslissingen nemen uh, over ons. Maar niet meer door ons. We zijn er helemaal niet in vertegenwoordigd. Als wij 3% zeggenschap hebben, is het veel. En het Europees Hof voor de Rechten van de Mensen is nog veel erger. Um, want dat zijn dus ja, dat zijn hele activistische. Ja, Cultuurmarxisten kunnen we wel gewoon zeggen. Uh, <laughs> ja, toch? Um, ik, hou het, ik hou het even bij activistisch. Um, maar ja, daar, daar zit geen binding meer in met wat uh, de Europese landen eigenlijk oorspronkelijk wilden en dachten. Dat is absoluut waar. Maar je ziet dat ook heel heel ver gaan. En ik vraag me ook wel eens af of mensen echt zien hoe, hoe zich dat dan echt ontwikkelt, want juist het feit dat je dus in in Brussel niet meer te maken hebt met de Nederlander kan zeggen, nou we willen niet, of, dit is echt, nou zetten we onze voet waar, dit gaat niet door. Dat hele idee is al verlaten. He, we mo alles moet Europees, want anders zijn we zo klein, dan hebben we geen machtsblok. Uh, allemaal, allemaal onzin, echt allemaal onzin. Als ik, nou, ik vind te als je, nou, als je eigenlijk te, te zwak veel te zwak aan, aanstelt, uh, hè, veel te zwak uitdrukt. Want als je dus kijkt naar allemaal dingen die door de Europese rechters besproken waren. Hè, kijk naar Oostenrijk. Er was een vrouw, die had het over profeet Mohammed. En zei, eigenlijk was die man pedofiel. Als we kijken naar het huwelijk met de zesjarige Aisha. Dat was een huwelijk dat volgens de islamitische traditie op jaar leeftijd werd geconsumeerd. Ge 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 en zij had daar kritiek op. En toen was er een Oostenrijkse recht die zegt van ja, mensen hebben het recht om in vrijheid hun godsdienst te beleven. Mensen hebben het recht om in vrijheid te genieten van hun geloof. En als u dit soort dingen zegt, ja, nee, dan uh, komt de onrust. Dus bam, boete. Dus, en toen zei die vrouw volgens ja, maar hier komt mijn mensenrecht in het geding. Want ik heb gewoon het recht om deze feiten te bekritiseren, om dit ja. naar buiten te brengen. Dus mijn vrijheid van meningsuiting als mensenrecht komt hiermee in het geding. Toen zijn ze naar de Europese rechters gegaan. En wat hebben die vervolgens gezegd? Die hebben gezegd van, ja, maar wacht eens eventjes. Je kan wel zeggen, vrijheid van meningsuiting, dat het een mensenrecht zou zijn. Maar je moet rekening houden met de gevolgen die het heeft in de samenleving. En de onrust die het kan opwekken. Met andere woorden, als we het gaan hebben over pedo's in de katholieke kerk, hè, dan zegt natuurlijk niemand wat. Want ja, die christenen zijn zo mak als een lammetje. Die keren de andere wang toe. Hè. Maar gaat het over de islam? Ja, de islam heeft een hele felle strijdbereidheid. Die mensen die gaan de straat op die laten van zich horen, hè, die gaan militant te werk, en daar is iedereen hartstikke bang voor, en dan ontstaat er turbul turbulentie. Hè. Dus, dus het feit dat je daar dus al rekening mee moet houden, dat weegt voor die Europese rechters zwaarder dan iets zo Europees als het kunnen bekritiseren van feiten en het kunnen bekritiseren van religies. Hoe kun jij dan zeggen, ja, dat is niet cultuurmarxistisch? <laughs> Omdat ik euh, euh, ik kijk, ik heb de neiging om op een hele juridische wijze naar dit soort zaken te kijken. En als we om Hof uitspreekt van, uh, ja, de, de vrijheid van meningsuiting moet zwichten voor, uh, uh, als dat de, zeg maar, interne onrust zou veroorzaken. Ja, dan van specifieke ze, groepen. Ja, van specifieke Maar dat maakt ze dus dan ook, dan ook nog een stap. Waar ze zeggen, van, ja, we hebben binnen, uh, op het Europese continent hebben we een set van uh, vrijheden die we met z'n allen waarborgen. Nou, uh, dat is dus niet zo, maar... Dat is dan de theorie. Maar op het moment dat je daaroverheen stapt, zeggen we: Nou, nou vervalt die voor jou, want anders zijn er interne, uh, is er interne onrust mogelijk. Ja, maar dat speelde in dit geval alleen in Oostenrijk. En dat is een. Oostenrijks nationale zaak. Dus die, nu ging dus een, een rechter die zelfs twee stapjes hoger staat. Hè, want het Europees Hof van de Rechten, ja. de mens staat nog weer boven. Ja, maar de, de pretentie oppositie. van Europese rechten, en maar, dat is al sinds de Franse Revolutie zo. Hè, dus de verklaring van de universele mensenrechten sinds de Franse Revolutie, is dat een universele claim is. We dus hebben toch één Europa met één gedeeld waardestelsel, één westerse cultuur en iets als anticlericalisme, of in ieder geval de vrijheid. Om een religie te kunnen bekritiseren op basis van niet uit de duim gezogen dingen, maar op basis van rationaliteit, van dingen die gewoon deel zijn van, in dit geval de islamitische traditie. Dat is toch een universeel goed, die, die vrijheid, die het uniek is voor Europa. En die ons maakt tot wie wij zijn, onze volksgeest, onze volkscultuur, onze vrijheid om hierover te kunnen. Dat maakt ja. ons tot wie wij zijn. En als je dat dus gaat veranderen, dan zet je actief een stap naar een cultuurverandering. Oh ja, dat het een cultuurverandering is volkomen helder. Wij hebben te maken met, uh, ja, met buigen naar uh, groepen die hier op dit continent te gast zijn, in eerste instantie nu die hier definitief gaan wonen, en die uh, hun eigen cultuur meebrengen, die cultuur is strijdig met waar wij staan. En je merkt dat, uh, dat die kritiek dus heel lastig te veranderen verwoorden is omdat gewoon ja je microfoon gaat dicht heel eenvoudig ja. en ik en dat is binnen de Europese instituten natuurlijk ook niet anders ja. en je merkt dat zelfs uh, waar de Europese parlement zijn mond vol heeft van het idee van ja, we hebben uh, zijn Europese vrije Europese waarden die worden ge, gepromoot maar op het moment dat de de voorzitter van het Europese parlement meneer Schulz die ontvangt daar uh, twee imams en die gaan gewoon op camera zeggen dat een, een islamcritische film niet verder verspreid mag worden dus dat de vrijheid van drukpers ja. door de unie wordt beperkt en het gaat nog veel verder want ik ben uh, op een gegeven moment uh, rapporteur geweest schaduwrapporteur geweest in een in een verhaal over uh, de pluriform media en ik heb daar proberen aan te kaarten uh, ook gewoon in een in een vergadering uh, dat daar nog wel wat van het over te zeggen was, omdat ik ook het parlement zelf daar problemen mee heeft. Namelijk, en toen noemde ik dus, want ook onze voorzitter heeft. En toen ging mijn microfoon hmm. dicht. Want eh, kritiek op de instituten is niet mogelijk. Binnen de, ook de niet instituten. Binnen de instituten. En ja, dan is kritiek kom je dus op, de op, de op dat eigenlijk elke oppositie, eigenlijk is elke binnenparlementaire oppositie, gecontroleerde oppositie. Uh, ja, ja, ik heb het daarmee eens. Ja. Als je ja, echt oppositie wel. wil, ja. dan wordt de microfoon dichtgedraaid, zeg je nu. Ja. Ja, komt absoluut voor. Als je uh, probeert. Kijk, de, de, heel veel mensen weten eigenlijk niet hoe het Europees Parlement werkt. Maar uh, de wetsvoorstellen worden verdeeld over groepen. Ja. En, en vertegenwoordiger van zo'n groep, een politieke groep, ik, ik zit dan bij de Naties van uh, de Vrijheden en Naties-groep, die, uh, die kan zo'n rapport claimen. En uh, dan ben je rapporteur en dan schrijf je zo'n stuk. Nou, dat lukt dus niet. Dat, dat krijg je niet voor elkaar. Ik heb het uh, bij twee geprobeerd. In één geval kreeg ik, het, uh, kreeg ik een, een onzinrapportje toegewezen waar ik zelf eigenlijk niet zo'n mening over had. En uh, ik zei, nou ik wil niet vervelend zijn, ik ga het spel meespelen. Ik heb het rapportje gegeven. Ik zei, nou dan schrijf ik alle andere groepen even aan. Van nou geef je mening maar. Ja. Ik maak er een mooi boekje van en dan gaan we erover stemmen en dan stem ik wel tegen aan het eind. Uh, maar iedereen besloot niet mee te werken. Dus na zes weken had ik geen enkele reactie. De, het secretariaat van de groep, die geacht wordt dit soort stukken uh, samen te stellen, mm -hmm. weigerde iedere medewerking. Het Nederlands kabinet uh, gaf me een, een onzinzinnetje. Dus ik heb het hele stuk terug moeten geven. Van ja, ik, ik krijg niks voor elkaar, want niemand wil ook maar een, een, een A4'tje nou mee opsturen met een mening. Vervolgens is dat eigenlijk. Gewoon is dat ook geschrapt uit de boeken. Het is niet <laughs> eens meer bekend dat ik dat, ooit, dat ik dat ooit, dat rapport, in handen heb gehad. Yes. Binnen een week was het klaar. Het wordt gewoon uit de, het, uit de natuurlijke geschrapt. Alles is weg. En, uh, en ik heb één keer geprobeerd om een uh, tweede rapport over uh, Polen. Brussel heeft een groot probleem met, uh, met Polen. En het uh, Europees Parlement wilde daar. Uh, hadden al eens een keer wat over gezegd. en wilden het nog een tweede keer doen. En dat rapport heb ik geclaimd. En ik had volgens alle procedures er recht op. En dus is uh, mijn meerderheid besloten dat het hele rapport niet doorging. Dus, en daar eindigde dus, dus het idee van, uh, je kunt als oppositie toch wel een vuist maken, je kunt iets doen. Nee, de dus administratieve uitsluiting, dat, dat is heel, heel zwaar aanwe aanwezig. En uh, dat merk je op allerlei uh, niveaus. En uh, wat ik vooral heel uh, eng vind in dat hele verhaal, is dat uh, men zichzelf daar ook mee feliciteert. Ze zijn heel erg blij dat het gelukt is om de oppositie geen stem te geven. Mm -hmm. Nou, de, de enige andere parlementen waarbij ik denk van nou, wat fijn uh, dat iedereen denkt wat fijn dat er geen oppositie is. Ja, dan moet je toch in, in China ja. terechtkomen of Noord-Korea. Ja. Dit is heel triest. Dus dat er dus een meerderheid is die een bepaalde stemming doet, en dat is dan altijd ja, de helft plus één. En daar kiest men dan om een deel van dat parlement, een deel van die volksvertegenwoordiging. Een deel van de vergadering gewoon uitsluiten en geen stem te geven. Ja, daar komt het eigenlijk, daar komt het eigenlijk op neer. En ik kom... heb daar een. Uh, uh, ik heb. Uh, nou, ik dacht aan het eind van de periode. Ik schrijf een boekje. Ik heb een ja, een nou, boekje van, uh, en, van Auke. Een en, boekje uh, heet Vragen staat vrij. Door Auke zelfs daar geschreven. Ja, ik ben. Uh, uh, wat ik in het eerste hoofdstuk ook ja. beschrijf. is ja. dat. Uh, in alle instrumenten die je hebt. Dus uh, zeg maar praten met de pers. Nou, dat is voor ons al lastig genoeg. Gaan we misschien straks nog even over hebben. Zeker. Gewoon uh, speechen Absoluut. in het parlement. Het, het claimen van een, uh, van een rapport. Of een schaduwrapporteurschap. Dat zijn allemaal hele lastige instrumenten. Omdat je gewoon ja. te maken hebt met adversieve tegenwerking. Maar het stellen van de schriftelijke vraag. Ja, dat kan altijd. Ja. En ook dat valt niet mee hoor. Want ook een tiental vragen van mij zijn gewoon in het parlement gestopt. Omdat het parlement dacht van. Ja, dat vinden we niet ja. zo hele fijne vragen. Maar over het algemeen is dit wel een. Toepasbaar instrument. Maar ik open het verhaaltje met een stukje van uh, meneer Timmermans, onze. Uh, van de PVDA. De, van de PVDA, die uh, in, het, uh, in de commissie de nummer twee is. En, die, uh, en ik, ik memoreer dat hij in het parlement uh, staat en er staat te oreren over wat uh, allemaal moet gebeuren. En dat hij daarbij opmerkt, uh, een beetje naar rechts wuivend, dat uh, de oppositie geen stem kan hebben, want uh, al hun argumenten zijn leeg. Nou ja, ik zie niet welke lege argumenten wij hadden. Want je kunt best wat vinden over migratie, achterblijvende industriële productie in Italië, het falen van de euro. Gewoon oppositionele kritiek. Maar dat werd door de commissie gewoon aan de kant geveegd met ja, jullie mening telt niet. En. Dit hebben we dus over iemand die een neutrale vertegenwoordiger zou moeten zijn in de hele uh, constructie die de Europese Unie is. En daar wou ik eigenlijk even een nadruk op leggen. Ja. Vandaar het boekje. Ja. Uh, even over het boekje. De, uh, Alke, als mensen het boekje willen lezen, hoe kunnen ze aan het boekje komen? Dus, uh, dat staat, ja. uh, het is uh, gratis downloadbaar oh. op onze website pvveuropa.nl Kost niks. Ja. Nou, zo zie je maar weer. Wil je ook steunen? Ga naar de website van de PV Europa. Download het boekje van Auker Zelstra. Vragen staat vrij. Nou ja, wij bij Café wij houden dit verhaal. Dit zult u natuurlijk nooit bij, bij Paul, Jinek, noem ze allemaal op, te zien krijgen. Dus wilt u ons steunen? Nou, dat kan natuurlijk met donaties. U kunt zeker ook mij steunen. Um, door backme.org, dus gewoon invoegen bij Google, Sint-Lucasse, backme. kom je op mijn backme-pagina. Kun je mij ook steunen dat ik dit soort mensen aan het woord kan blijven laten. Want dat zal in de talkjes van de mainstream nooit gebeuren. Ik krijg er ook geen cent voor. Café Weltschmerz, allemaal vrijwilligerswerk. Dus steun mij via Back.me, ga naar Google, steun mij in mijn Back.me pagina. En Auken, ga naar de website van Auken en download het boekje. En dan weet je precies wat Auken allemaal gedaan heeft. Want als die mainstream media moeten geloven Auken, dan doe je geen ruk. Hoe zit dat precies? <laughs> Hoe zit nou? uh, okay, nou, dat nou? Oké, nou dat, dat taalgebruik zou ik nooit hanteren. Maar nee, er is iets, er is iets, eigenlijk iets heel vreemds aan de hand. De, uh, er is inderdaad een gevoel ontstaan bij de pers. Dat de, de PVV... In zijn algemeenheid gewoon niets onderneemt, die dat die in het parlement gewoon stil is. En uh, ik heb zelfs uh, stukken voorbij zien, uh, zien komen, uh, bijvoorbeeld uh, de Haagse uh, de HP, de Tijd. HP de Tijd, die publiceerde van de week een, een, een achtergrondartikel. Ja. Ze zijn twee dagen in Brussel geweest en de conclusie van het artikel was dat uh, de PVV uh, altijd op het ras zit. En uh, nooit aanwezig is, niet in de plenaire zaal, niet in commissies en nul amendementen indient. Nou, ik heb voor de lol mijn activiteiten eens opgezocht. Uh, 445 amendementen, uh, 106 schriftelijke vragen, alleen deze periode al, 86 optredens plenaire. Ik ben tien keer schaduwrapporteur geweest. Maar dat wordt dus door HP de Tijd gewoon feitenvrij neergezet als nul amendementen. Nou, dan dan. dan wie, wie heeft dat gepubliceerd? Uh, dat staat in uh, het verhaal van H.P. de Tijd van deze week. En de uh, journalist is uh, meneer Nijmeijer. Meneer Nijmeijer. En, uh, uh, en hij refereert voor zijn stuk aan een artikel. In, uh, want ik heb hem natuurlijk gevraagd van hoe kom je erbij. En hij refereert, refereert aan een stuk van De Telegraaf. De Telegraaf heeft twee stukken gepubliceerd. En zei van nou, uh, als wij gaan vergaderen dan uh, zit de PV op het terras. Nou, sorry, maar ik, mijn normale werkdagen zijn tot half acht avonds. En als ik dan door het parlement loop, nou, dan kunnen kanon afschieten. En ja, tegenwoordig ga ik regelmatig dan nog even een biertje drinken. Want ik heb tegenwoordig een hele gezellige nieuwe collega, Andre Elissen. Maar andere collega's zie ik eigenlijk nooit op, op de terrassen van het van, tegenover het Europees parlement. Dus het is ook echt. Het, het is ook een venijnigheid. Ik denk: van, ja, waar gaat dit nog over? En het nou en wie, wie rijdt, of wat? Het is, echt feiten, het is echt feitenvrij. Dit is volkomen feitenvrij. De, uh, en wat het triest is: ze beginnen elkaar ook na te schrijven. Want ik zag vandaag op uh, Follow the Money, wat ik als website heel, heel hoog heb zitten. Uh, hebben ze een artikel staan? Waarin men uh, ben ook ingaat. over: ja, wat doen ze daar eigenlijk? En uh, dan hebben ze gewoon in een kadertje de voorpagina staan. We hebben de PVV niet gevraagd. Want die doen niks en die zijn toch overal tegen. Nou, je kunt gewoon opzoeken in de databases dat ik helemaal niet altijd tegenstem. Sterker nog, uh, ik moet als ik tegenstem dat ontzettend goed beargumenteren, want immers de hele publiek denkt dat, dat, dat alles wat Europa doet goed is. En als ik voorstem, dan moet ik het nog veel harder beargumenteren, want hé, hey, dat is toch de uitzondering op de zaak. Dus het idee dat we niks doen, iedereen praat elkaar na. Nee. En dat is al in een veel eerder stadium ontstaan. Want uh, een, uh, mevrouw Mendeltje van Keulen. Zij is uh, lector aan. Uh, ik dacht die Erasmus Universiteit. Maar die heeft gesubsidieerd in samenwerking met uh, Chris Albers. Een, uh, een boek geschreven. Wat doen ze daar eigenlijk? En uh, dat heeft een enorme voorgeschiedenis. Maar de PV heeft besloten zich niet te laten interviewen voor dat stuk. Dus dan verwacht je alleen feitelijke informatie in dat boek terug te zien. Maar, uh, Door wie? Door, nou ja, door Albers en door Keulen. Verkeulen. je hebben een boek geschreven. Oké. En in, uh, ergens op een van die pagina's staat een tabelletje. En in het tabelletje ja. staat gewoon: wat heeft de PVV gedaan? Ja. Nou, wat staat er in het tabelletje? De PVV is niet aanwezig op YouTube. Uh, ik kon zonder enige moeite 457 van onze video's terugvinden. Daar staat in: uh, de hele PVV heeft met z'n allen is die één keer schaduwrapporteur geweest. Uh, tien of twaalf. Uh, het, het is echt volkomen ja. feitenvrij. En het wordt ook op, op ja. een manier gepromoot. Maar ik zeg van ja, nou, stem maar niet op de PVV, want die doen niet mee. Ook niet beleidsmatig. En ik, ik, ik vind het gewoon laag. Maar het, het komt ook voor uit. Uh, en wat ik merk is ook dat ik op een gegeven moment zo boos was dat ik werkelijk nooit een keer door uh, journalisten gevraagd werd. Niet van Trouw, niet van de NOS. Dat ik ze op een gegeven moment gewoon één van één bij mij op kantoor heb gevraagd. En heb ondervraagd van waarom, waarom doen jullie dit? Waarom sluiten jullie de PVV bewust uit? Want we hebben een debatje over de brexit. Nou, dan zit daar Sofie in het veld en die, die, die vindt dan de brexit heel verschrikkelijk en dat moeten we annuleren van, boven, van bovenaf. En eigenlijk vindt de VVD dat ook. En dan sta ik als enige oppositioneel geluid en vervolgens krijg je krijg dus niet het woord. En ik heb dus al die, die pers gewoon gevraagd: wat is hier aan de hand? Nou, heb ik ook een beetje meer ruimte gekregen een paar keer en nu is het weer voorbij. Dus ik heb een, uh, wat ik persoonlijk een heel belangwekkend uh, stuk vond, namelijk over de manier waarop met de Brexit wordt omgegaan en het uh, vrij reizen van de Britten nadat ze een Brexit-deal hebben getekend. Daar moet een wetje voor komen. En dat wetje dat had enorm veel voeten in aarde, omdat de Raad, dus de gezamenlijke ministers, ja. besloten dat uh, de kwestie Gibraltar wel weer eens op tafel kan komen. Nou, dat is een krankzinnig idee. Dat de Europese Unie een, een uh, houding zou uh, aannemen ten opzichte van ja, de restanten van het Britse Rijk. Maar ze hebben toch gedaan. En ik heb daar een groot probleem mee. En ik heb dat uh, achter de schermen, waar is onderhandeld, heb ik dat ook uitgevent. En we waren maar met z'n drieën. Oh, achter de schermen, hoe moet de journalist dat dan weten? Ja, omdat ik hem op de hoogte heb gesteld. Van oh. dit is interessant, hier gebeurt dat, weet je dat dit gebeurt. Ik, we ja. hebben zes, zeven weken ja. staan vechten. En uh, tot het niveau dat ik zelfs de minister heb, 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 heb gebeld. In de permanente vertegenwoordiging. Van dit loopt helemaal uit de rails. Maar uh, ja. de enige reactie die ik van journalisten krijg, van, oh, we zijn druk. Dus uiteindelijk heb ik mijn toevlucht maar uh, gezocht tot het schrijven van een opiniestuk op uh, The Post Online. Ja. Een van de weinige uh, ja, media-outlets die ons nog te dienst staan. En ik vind dat heel triest. Als we het over een democratisch tekort hebben, dan moeten we helemaal niet naar de Europese Unie kijken. niemand weet dat het is nog nee, niet meer te repareren. Je Unie, kijk nou, kijk die... verdorie, nou gewoon je in de Nederlandse ja, verhoudingen. De Europese Unie, misschien was het nog, nog 15 jaar geleden nog een ander verhaal. Maar de Europese Unie zoals die vandaag is, die zou de Post Online natuurlijk liever afschaffen. Want daar is... staan de systeemkritische verhaaltjes uh, op. Stekker nog, dat is, dat eigenlijk zijn ze daar al mee bezig. Want dat is natuurlijk dat is al gebeurd. Hè? De EU versus disinfo. Uh, de systematiek waarin ja. de Europese Unie heeft besloten: van goh, we moeten uh, nepnieuws gaan bestrijden. Ja. Uh, dat nam dus ook gelijk de post online op de korrel. En uh, ja, want het is on onafhankelijke, uh, onafhankelijke ja. nieuws. Daar heeft men een beetje een hekel aan. Maar het gaat nog veel verder. Ik vraag me af of mensen dat, zich dat eigenlijk wel realiseren. Dat bijvoorbeeld het Europees parlement ook gewoon geld heeft vrijgemaakt. En voor zichzelf rapporten heeft geschreven. Waarin staat, hoe bestrijden we het populisme? Ja, dat klopt. Dit is, ja, dat staat dat, hier dus in. Dat is, dat, is, dat, is, dat is een NEM-nieuwsboek. Ja, maar dat is dus krankzinnig. Dit zijn, dat zijn... Het toegestane politieke partijen, politieke meningen. En dan gaat de meerderheid gaat besluiten ja. om geld uit te ja. trekken, om jouw politieke mening ja. uh, gewoon uit te sluiten. Ja, maar dat vind ik zo gevaarlijk. Dat heb ik ook in een NEM-nieuwsboek besproken. Het, het gaat dan om uh, Marcel de Graaf, hè, de PVV- fractievoorzitter. Op ja. een gegeven moment gaf hij een toespraak. En in die toespraak legde hij een verband tussen enerzijds islam en anderzijds eervraag. En vervolgens was er dus een vrouw in dat Europarlement die zei van. Maar met deze speech gaat u een stap te ver. Want nu doet u inbreuk in de Europese waarden. Dus ja. u moet worden beboet. En u moet een boete gaan betalen. Nou, toen, toen gingen er dus stemmen op in het Europarlement om uh, Marcel de Graaf een boete te laten betalen voor die speech. Terwijl hij met dat verhaal. Alleen maar vertelt wat zijn kiezers vinden. Dus wat hij vertelt daar is in feite een weerspiegeling van zijn electoraat. Dus wat er nou eigenlijk gebeurt, als je even de poppetjes wegdenkt, is dat dus een deel van de gekozen volksvertegenwoordiging de macht wil gebruiken om een ander deel van het electoraat gewoon het zwijgen op te leggen. En als dat gebruikelijk gaat worden, als we dat gaan aanvaarden. Dan zitten we eigenlijk in, in een oorlog. Dan zitten we eigenlijk in een hopsiaanse natuurtoestand. Hè, waarbij een deel van het volk, een ander deel van het volk, gewoon uit wil sluiten. Gewoon niet aan het woord wil laten. Gewoon geen recht gunt om hun meningen te ventileren. En hoe is, als we het democratisch bekijken, ja. hoe is een vreedzame machttransitie dan nog mogelijk? Want democratie is toch bedoeld om een vreedzame machttransitie mogelijk te maken. Maar als dit dus de praktijk wordt, hoe kunnen we dan nog een vreedzame machttransitie bewerkstelligen met elkaar? Nou ja, niet. Dit gaat van boem. We, we, we hopen natuurlijk met z'n allen dat uh, het, het, het nou, realistisch geluid, populistisch ja. geluid, nou. gewoon gaat winnen uh, de komende vier dagen. We beginnen morgen in, uh, hier in Nederland. En dat dat tot zo'n grote groep mensen leidt, ook in het Europees Parlement, dat een heleboel van die wetgevingsvoorstellen, ja. die allemaal te maken hebben met ja. centralisatie, gewoon kraken tot stilstand komt. Ja. En uh, dat gaat ook, uh, bij de nieuwe samenstelling van de commissie, gaat ook daar... Uh, een nieuwe machtsverhouding plaatsvindt. De Italianen gaan nooit een pro-EU-commissaris benoemen. En de Hongaren ook niet. En de Slovenen hebben ook geen zin meer. En de Tsjechen en de Polen. Je, gaat, je zult gaan zien dat er uh, ja, dat een soort machtsoverdracht toch gaat, gaat plaatsvinden weer terug naar die, die lidstaten, die gaan gewoon dwars liggen. En je ziet de effecten nu al ontstaan, waar bijvoorbeeld op het gebied van uh, migratie, de, de centralistische migratieagenda met uh, iedereen is welkom, maar we gaan de boel verspreiden over het hele continent, gewoon hopeloos mislukt. Zelfs daar waar er, uh, de grote christendemocraten er gewoon achter staan. Uh, dan merk je toch dat, dat als voldoende landen maar gewoon de hakken in het zand zetten, zeggen we ja, dit houden we op, hier hebben we geen zin meer in, dan zul je zien dat die, die, die beweging toch plaatsvindt. En ik hoop dat het inderdaad op een hele vreedzame wijze plaatsvindt. Uh, maar is die hoop ik... realistisch? Als je dus kijkt naar het feit, jij ja. wordt weggezet in zo'n HP de tijd artikel. Als ja, die Aukie zit een beetje te zuipen bij Plas Lux en die doet geen fuck. is overal tegen. En zo wordt het in feite opgeschreven. Uh, nou, ja. En jij, ja. eh, nou dat gaat dus, de, jij vertelde ook, er was een podcast zo Vertel dat eerst maar eens eventjes. Dat was, dat was ook in een podcast verteld, toch? Ehm... Uh, Oh ja, nee, dat boekje, dat boekje van, van Mendeltje van Keulen en Chris Alberts, dat is ook besproken bij uh, Jaap Jans, heet die geloof ik. Hè? De... Ik weet niet hoe die heet. Oh, pff, Betrouwbare bronnen, het is, nieuw, het is een nieuwe, uh, nieuwe podcast. Het heeft over 20.000 luisteraars. En waar concentreren ze zich op? Ja, op dat ene tabelletje, waar dus gewoon onzin. In staat en uh, dat wordt een beetje vergoelijkend gedaan. Van, wij snappen werkelijk niet hoe die mensen van de Pvv nog uit hun bed komen iedere <laughs> dag om nutteloos. <laughs> ja, dat is serieus. Daar staat de aan. echt te zeggen. Van, ja, nou, ik, ik zou, nou, ja, nou, ik zou me de moed niet meer opbrengen om naar mijn kantoor te gaan. Terwijl <laughs> wel ik, voor de kostendeclaraties in te dienen. <laughs> ja, nou, ja, dan heb je al een heel leeg leven hè, als je ja, voor... heb ook veel. Maar dan kom ik al die minaretsen <laughs> en die maidresses <laughs> natuurlijk vandaan en die cocktailparties. Dat ze inderdaad ik, een ik, leeg leven leiden. Ja, nou ja. Gezin zit op duizenden kilometers afstand. Ja, nou bij mij is gelukkig wat dichterbij. Ja, dat scheelt dan wel. Maar, wel. Uh, ja. Nee, maar het is, het is natuurlijk waanzin. En, ja. uh, en het is ook. Het is het, eigenlijk is het gewoon heel jammer, want het, het punt is natuurlijk. Ik heb vroeger ook voor een multinational gewerkt. Ik vond die sfeer daar fantastisch. En die sfeer was uh, terug op het moment dat ik het Europees Parlement terecht kwam. Je komt, je loopt naar binnen en maandagochtend is het laatste Nederlands wat je hoort. En als je vrijdag weer naar huis gaat, dan kom je weer terug in de Nederlandse situatie. In de tussenin zit je in een internationale omgeving. Ik heb ook nooit problemen gehad met het. Uh, uh, op kantoor hebben van mensen uit andere landen neem Italiaanse assistenten gehad Amerikaans uh, Slovaaks uh, ik vind dat geweldig ik vind het ontzettend leuk ik heb ik werk graag in een internationale ja. omgeving en het aardige is dat al die mensen... Maar je wil niet geïntegreerd andere... worden door buitenlanders? Nee. nee maar ik kan ja. aan elkaar dan mee samenwerken ja. en ja. Uh, maar het grappige is dus dat die mensen komen binnen bijvoorbeeld die die, die Slovaakse mevrouw hele slimme hele slimme dame en uh, die ging voor mij aan het werk en die kwam op een gegeven moment met, uh, met wetgeving aan lopen, dat ik aangegeven had ja, van kom, kijk eens of dat leuk is. En dan kwam ze terug van nou, dit is fantastisch. Ja, maar nu gaan te ver van het, van het padje af. Maar in ieder geval, mijn punt was hiermee dus. Uh, dus die die media of die podcast, die pompen gewoon een feitenwereld in, wat geen feit ja. lijkt te zijn. Ook uh, is dus een luie lapsans die geen fuck doet. Nou, dat wordt gewoon als waarheid verkondigd in de krant, in de HB De Tijd, op Twitter, op de podcast. Ja. En dan mag jij nog een keer achteraan komen met je verhaaltje van, ja, maar het ligt heel anders. Hè. Kijk, hier zijn de kamervragen die ik gesteld heb, of de parlementaire ja. vragen ja. die ik gesteld ja. heb. Ja. Hier is de keer dat ik shadow rapporteur was. Nou, kijk maar na. Je gaat al die archieven in en zo. Ja, maar dat komt eigenlijk een keer drie dagen later op pagina 10 in een heel klein correctiezinnetje. En het beeld over elke de Lapse is al gevestigd, snap je? Dus Top. daarom zie ik niet hoe een vreedzame transitie mogelijk is. Want hier bij Café Weldsmerz hebben wij een beetje, de, 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 een, 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 om een derkje aan Epping een beetje te laten vertellen, of in dit geval jou te laten vertellen, ja. of Ronald van Raak, die ook laatst was een paar dagen geleden, hè, om iedereen gewoon een beetje zijn verhaal te laten doen. En dan ook om kritiek te geven en elkaars visies tegen elkaar te eiken. Maar in de meeste media is daar gewoon geen ruimte meer voor. En zo wordt het beeld de wereld in gepompt. En YouTube heeft ook... Ik heb ook gezien, ook met Café weet je. En op, op Facebook. Dat ik dus iets plaats op Facebook. Nou, er zijn dus alleen al uh, 1200 leukvinders van mijn pagina. En er zijn nog, nog ja. 1200 volgers of zo. En dan zet, dan zet ik iets erop. En dan, wordt, dan staat er 600 bereikte mensen of zo. Terwijl dat dus... Alleen al minstens, ja. uh, hè, dus duizenden bereik zou moeten hebben, dan zie je op, op, op de TPO dat het artikel duizend keer gedeeld op publieke accounts, dus, dus al wat in afgeschermde groepen zit, alles wat in verborgen accounts zit, dat wordt niet geteld, alleen in alle publieke shares, dat, dat alleen al duizend is, hoe kan het dan dat het maar 600 bereiken heeft, weet je wel? Dat, er wordt zoveel gesjoemeld en gerommeld met al die algoritmes, hè, en, en, en hoe kunnen mensen nog het, het genuanceerde verhaal, het tegengeluiden dus het betoog van de oppositie, dus gefundeerd het tegen, ik ben er tegen maar wel, argumenten eronder, redeneringen eronder. Dat mensen dat eigenlijk nergens meer vinden. Want er pompt iemand dit feit de wereld in. De mainstream media de kopiëren dat allemaal. Chris Albers kopieert het. En dat wordt als een feit gepresenteerd. En, 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 en drie dagen later, als de verkiezingen al geweest zijn op pagina 10 in een klein katerntje. Daar kan men dan eens een keer lezen. Ja, eigenlijk klopt het niet, maar eh, sorry. Hoe kan dit nog vreedzaam eindigen dan? Als je gewoon nergens je verhaal meer kan Nee, leren? nou ja, het gaat nog veel. Het gaat... Uh, He, het idee van, nou je, geschreven media maakt een fout en het is heel lastig om die fout te herstellen, want het beeld is gevormd. Precies. Ja, dat is van alle tijden. Maar ik kan het je Nu al... gaat het sneller dan ooit. Natuurlijk. Ja, maar ik kan het je nog wel veel sterker vertellen. Want ik ben namelijk, grappig genoeg, naar de boekpresentatie geweest van uh, meneer Alberts en uh, mevrouw van Keulen. Ja? En ik zat daar dus in de zaal en het, uh, er was een paneldiscussie. En die paneldiscussie omvatte uh, vier journalisten. En die vier journalisten die waren de onderling allemaal roerend met elkaar eens hoe moeilijk het is om de Europese agenda te brengen. En, uh, en oh, dat is ongetwijfeld waar, hoor. dat, uh, dat het lastig is om, om, om uh, voldoende uh, columns te krijgen, hè, inches te krijgen in de krant, om je verhaal te vertellen. Maar wat zegt. Uh, dat is Kees uh, Boman heet hij, geloof ik, hè, die voor uh, uh, Max uh, doet en zo'n vlogje heeft en zo. En uh, die vertelt dus de plomp aan de zaal. Ja, de PVV is onbereikbaar. Dus ik begin van achter de zaal gewoon te zwaaien, want hij heeft me net. Geïnterviewd. Hij is op mijn kantoor geweest. Hij heeft gewoon een interview met mij gedaan. En hij staat: ja, pv's on, onbe, uh, zijn onbenaderbaar. Wie zei dat? En dat was uh, ja, heet die man, geloof okay. ik. Hè? Die heeft een uh, vlag van uh, be, 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 kees, kees in Europa of iets dergelijks. En uh, hij, uh, dus uh, hij begint, hij ziet mij in een keer zitten en hij zegt: van, ja, maar hij heeft. Uh, uh, oh ja, nou ja, ja nou, het is nog heel lastig hoor om, om, om mensen dan werkelijk te bereiken. Dus ik pak mijn mobiele telefoon en ik begin met mijn telefoon te zwaaien van: bel me dan. Uh, maar dat gebeurt dus ook niet. En er uh, is een, een heel giftig samenstel waarbij de, zeg maar, de vooringenomenheid van journalisten die van elkaar weten van oh ja, de, de PVV heeft, is machteloos, doet niets, uh, dat hoeven ze maar één keer bevestigd te zien en dan schrijft men dat op en dan heeft geen enkele behoefte om nog eens een keer uh, nog een keer een weerwoord te halen. Dus ook zo met journalistieke principes zijn verlaten. Ja, een en vreemden en, weg zonder weerwoord. Ja, en, ja, we en hebben en dat heb ik ook vaak en dat, meegemaakt in kranten. En ja. dat, en dat uh, daar voelen ze zichzelf ja. heel erg goed bij. Ja. ja, maar dat is precies het punt ook van bijvoorbeeld de Post online is dat je vaak nog wel gewoon een, een, een reactie kan schrijven op iets. Echt voorbij het eigen gelijk. Om, eh, vaak wordt er onzin over mij geschreven in allemaal kranten, bijvoorbeeld de NRC of wat ja. dan ook, en dan schrijf ik een reactie terug. Nou, dan is het van, uh, of je krijgt gewoon helemaal niks te horen, wat ik vaak mee heb gemerkt. Ja, ja, of het ja, wordt geaccordeerd ja. en volgens mij geschrapt. Hè? Dus als je eerst zegt, nou het is 300 woorden, maar moet het inkorten tot 200 woorden. Ja. Kort je dit in akkoord. En dan staan er nog de volgende dag rare wijzigingen in. En gewoon kromme zinnen, wat een compleet verkeerd visitekaartje afgeeft ja, maar... over mijn schrijverschap. Dit... Naar nou, de lezer, dat het allemaal maar normaal is tegenwoordig. Gewoon weggevreemd worden, zonder kans op weerwoord. En dat is het voordeel van de post online, dat ze meestal nog wel op tijd reageren. Want dan houden ze echt... U mag het drie dagen lang niet naar een concurrent sturen. Want dan gaan we het sowieso niet plaatsen. Dat zegt een, een krant. Hè. Bijvoorbeeld een Parool yeah. of een Trouw of een NRC zegt dat. En dan moet je drie dagen wachten. En dan is de kans dat je geplaatst wordt natuurlijk toch nul. Want je zit niet in dat juiste deugdstroompje. Dus dat je, de, je moet ja. wel de, de deugen aanhangen. En je moet jezelf profileren als links, liberaal, postmodern, utopistisch, progressief. En als je dat niet aanhangt. Dan is de kans sowieso heel klein dat je geplaatst wordt. En dan is de, de trein alweer verder gescheezen. Dus dan lezen al die mensen die waarheid. Elke is een, 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 een zuiplap. Zit uh, is een gekkie. We, we moeten weet het niet te wel. vaak herhalen. Hè? Want die <laughs> krijgt zo meteen een quote <laughs> uit. En dokter Dr. verklaard. Ja. verklaart. Ja, ja, ja. <laughs> ja, maar dat is dus <laughs> gebeurd. Ja, maar Auken, Auken, dat is dus gebeurd. Want ik gaf van de zomer dus een lezing over het boek <laughs> Cultuurmarxisme. Ja. En dat was geschreven samen met Paul Palpiteur. En, en mij en Jesper Janssen in de eindredactie. En dus wat vertelde Jesper Jansen daar? Die vertelde daar. Uh, ja, volgens de NRC. Uh, en uh, Volgens de Groene Amsterdammer. Uh, volgens de Volkskrant. Sorry, volgens de Volkskrant en de Groene Amsterdammer. Ligt het probleem in deze samenleving bij de vrouw, de Jood, de homo, de allochtoon. Dat zou mijn mening zijn, zei Jesper, over de samenleving. Ja, ja. Als we hen moeten geloven, en dan noemen ze mij een bekend populair mediafiguur, die ben één keer in de krant geweest en één keer op tv. Weet je wel, waar gaat het over. Dus zo zei Jesper het hè. Dus dat zijn woorden meteen verdraaid zou worden. En hij zei zelfs, eigenlijk zou ik deze ironische uitspraak niet eens kunnen doen. Omdat er vast wel een journalist zou zijn die dat alleen dat opneemt en dat uitsnijdt. En dat zo de wereld inslingert, alsof ja. dit echt mijn denken is. En wat gebeurde toen? Dat Chris Albers dat letterlijk had opgeschreven. En Chris Albers ging erover twitteren en zei, ja, Sid Lucas' On Tour, boekpresentatie van Sid. Jesper aan het woord, ja, Jesper haat vrouwen, homo's en allochtonen. En dat werd door Chris Albers als waarheid neergezet, echt als waarheid. En op een gegeven moment kreeg ik dus appjes van, van allerlei journalisten en zo. Van wat is dit nou? Ik zeg: ja, maar zo is het helemaal niet gebeurd. En toen gingen mensen dus audiofragmenten gewoon online op op zetten. waarin Chris Albers gewoon keihard werd geconfronteerd met het feit dat hij gewoon coach. Ging verzinnen, hè? Dus een gepromoveerde journalist, gepromoveerd docent, en die verzint gewoon coach. Ja. En toen zeiden de mensen van: Gast, eh, doe niet zo stoer, trek het gewoon in, weet je wel. Iedereen maakt wel eens een foutje, maar het ging, ging erin volharden. Hij ging niet zeggen: Nee, sorry, ik had beter moeten luisteren. Hij zei: Nee, het is mijn ja. interpretatie, het is mijn verhaal. Hij ging erin volharden. En zelfs mensen als Wierd Duck. En Bart Nijman van Geen Stel, die, die zijn toen echt afgeknipt, afgeknapt op Albers, weet je. Maar zo snel, maar zoiets. Als ik dus ja. niet op de TPO kon, ik dus gelukkig zeggen van dat het allemaal genuanceerder ligt. Heb ik gewoon een heel degelijk stuk op de TPO geschreven. waarin ik precies uitlegde hoe de vork in de stil zat. Gewoon het feitelijke, helaas. Maar dat was gelukkig, omdat de TPO mij die ruimte gunde. Maar als het dat niet was gebeurd. Dan is iedereen dus gewoon gedacht, ja dat zijn allemaal natiegekkies. Ja, Ik begin me toch een beetje af te vragen of ik niet had moeten reageren vorige week. Want ik, uh, ik heb een stukje geschreven voor TPO, waarin ik zei van nou uh, zal ik eens uitleggen waarom wij niet met op, op dat, in dat interview wilden meegaan. Hè, waarin we niet wilden praten over uh, uh, wat doen ze daar eigenlijk. Het boekje van Middeltje van Keulen en Chris Alberts. En dat zit, dat zit er maar in dat in 2015 werd ik weer benoemd tot uh, Europarlementariër na het uh, overlijden van Hans Janssen. En ik was, omdat dat altijd heel lang duurt, want de voorzitter heeft geen zin om die stukken door te sturen naar het uh, Nederlands Parlement, en dus duurt het heel lang voordat ik wat voorgedragen, altijd vier maanden voordat ik dan uiteindelijk weer parlementariër ben. En uh, hij uh, uh, in die tijd schreef hij een stukje, en in dat stukje zei hij van ja, dat is hem waar even nooit wat we gaan horen. Hij heeft één keer een vraag gesteld, er is geen interview van hem te vinden en geen enkel opiniestuk. En ik was Vaste opinieschrijver bij de Dagelijkse Standaard. Dat heb oh. ik een paar jaar lang gedaan. Iedere week okay. een stuk. En er is geen enkel interview van hem te vinden. 80 huh. stuks in heel Europa in, in die anderhalf jaar daarvoor. De Irish Independent, twee keer radioshows in Bulgarije, uh, Polen, België, Duitse tv. Ik had Bloomberg gehaald no. met vragen aan de Europese Centrale Bank. Wat schrijft albert Niets van die man te vinden. Eén keer een vraag gesteld. Ik had 250 schriftelijke vragen gesteld en was daarmee de meest actieve vragensteller van het hele Europees Parlement. En dat was de reden dat ik, uh, en hij wist dat ik me niet kon verweren, want ik was namelijk ambtenaar. En uh, op dat moment, want ik was immers nog assistent. Dus ik mocht niet eens contact zoeken met de pers. Dus eerst, je, je hebt je hand op je rug, je krijgt klappen. En, uh, en dan maar had ik weet je zeker dat, dat voegde nog wel een dimensie eraan toe. Wist je zeker? Dat hij dat wist. Ja, dat nou ja, daarom heb ik dus een gesprek met hem gehad van anderhalf uur op mijn kantoor. over waarom ik een probleem had om met hem samen te werken aan het boek. Waar ik zeg ja, maar ben je wel, wel een journalist? Ik, ik beschouw je als een activist. Kun je me nou nog eens uitleggen waarom jij toen de tijd dat stuk geschreven hebt? Waarom zet je daar vier dingen op een rij? Waaronder de mededeling nooit een initiatief voor een wetsvoorstel. Nee, hè, hè, het Europees Parlement heeft geen initiatiefrecht. En dat weet je. Er is in de geschiedenis nog nooit een parlementariër geweest die een westvoorstel heeft ingediend, Want dat mag namelijk niet. Maar je wrijft het mij aan. En hij had geen enkel antwoord. Dus we hebben anderhalf uur gepraat over... Ik zei nou, dan, ik ga het voorleggen aan, de, aan mijn club. Hè, we gaan het nog een keer uitgebreid bespreken in mijn fractie. Maar ik geef je nu even drie dingen mee. Uh, ik ben nooit... Ik ben nooit uh, rapporteur geweest, want dat mag namelijk niet, want het wordt geblokkeerd. En geloof de cijfers. Ja, maar je bent wel schaduwrapporteur geweest, toch? Ja, ja ik ben absoluut schaduwrapporteur geweest tien keer. Hij schrijft ja. één keer op en ik had hem gezegd: geloof nou die cijfers niet, want die, ja. die lopen altijd een tijdje na, en et cetera. En, uh, maar dat is dus de achtergrond. Maar wat bedoel je met die lopen een tijdje na? Nou, ik ben, uh, je geeft je op als schaduwrapporteur en voor alle groepen komt het heel snel in de database te staan. Ja. Maar ik moet er altijd tien keer achteraan bellen. Okay. En dat het uh, niet tot de juiste bloedgroep behoort. En ik heb geen idee wat daar de achtergrond van is. Maar het, heeft, het ligt een beetje buiten het. Uh, ja, ik heb geen idee. Buiten het administratieve gevoel of iets dergelijks. Maar je, je, okay. moet, daar, je moet daar echt, je moet daar wat aandacht uh, aan geven. En, uh, dus dat is de werkelijke achtergrond dat ik het niet gedaan heb. Maar voordat ik nou uit dit verhaal denk van. Goh, de, de journalistiek is de laatste jaren toch wel wat slechter geworden. Uh, wist je dat ik in en drie bij uh, Binnenlandse Zaken ben gaan werken. En uh, ik was toen 35. En ik kwam uit het bedrijfsleven. En uh, ik reageerde dus op die campagne van Binnenlandse Zaken. Uh, kom bij ons werken als je verder denkt. En dat vond Intermediair ja. zo ontzettend leuk. Die stuurde een fotograaf en een uh, journalist. Van waarom, oude, waarom ben je dat gaan doen? Dus ik zeg van nou, ik ben hier komen werken omdat... Uh, nou, ik kom uit de tabaksindustrie. En daar is uh, de overheid dus je vijand. Iedere maatregel die je neemt, dan denken we, ach, we hebben ze nou weer verzonnen. Ja, ja. en, uh, en het punt is natuurlijk, tabak, ja, uh, iedereen die rookt, die heeft er vijf keer per dag uh, plezier van en één <laughs> keer spijt. En, uh, en, uh, maar iedereen die door, uh, dus, tabak is iets wat leuk is. En de overheid is iets waar, als je voordeel hebt van de overheid, dan realiseer je dat niet. En als je nadeel hebt van de overheid, dan realiseer je dat heel goed. Waarop de, waarop de journalist tegen mij zei, zo, wat een rechtsverhaal. En heeft mijn tekst aangepast. <laughs> en in intermediair. Ik heb er nog achteraan gemaild van, oh, oh, oh maar dit heb ik niet gezegd. En, uh, maar dat, toen stond het er al in. En uh, pas een paar jaar later kwam, zag ik een naam voorbij komen. Ik dacht, oh, die ken ik. Wat is dat was dus Kirsten Verdel. En Kirsten Verdel heeft daarna voor de PVDA gewerkt als uh, uh, communicatieadviseur van de gemeenteraad Rotterdam. En ze heeft een, keer een boekje geschreven over de ondergang van, uh, uh, van, die, van die bank. Zo, maar dat was dus een hele linkse mevrouw. En die, maar die paste dus gewoon mijn ja. teksten aan. Van, maar echt letterlijk, ik heb hem nog ergens liggen. De, een reactie ja. van een journalist. Zo wat een rechtsverhaal. Dat is toch krankzinnig. Alsof iemand die uh, rechtsconservatief is, geen ambtenaar mag ja. zijn. Nou ja, daar kan, kan ik ook een heel nou, verhaal over vertellen. Zelfs bij Elsevier heb ik dat ook meegemaakt hoor. Dat gewoon mensen gezegd hebben van, nou ja. Dat, 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 bij Elsevier heb ik dat ook meegemaakt. Dat is een redacteur letterlijk tegen mij zei. En dat ging dus ook eigenlijk ook een beetje over, over, ook over dit nepnieuwsverhaal. Ja. Dit, dit was echt al jaren geleden. Dat ik bij een academische conferentie was geweest. En ik had een er artikel erover geschreven. En dat in letterlijk werd gezegd van, ja, wij vinden het eigenlijk wel, wel goed dat de overheid dit gaat modereren, weet je. Want bij ons, bij Elsevier, hebben we ook al de reacties en allemaal trollen van Wilders. Het zijn allemaal trollen van Wilders. Ik ben lang blij dat de overheid dit gaat modereren en dat sociale media onder druk worden gezet om dit te gaan modereren. Want wij moeten die trollen van Wilders ook niet hebben. En dat werd letterlijk gezegd door een, een hoofdredacteur van, van, van Elsevier. En die wilde mijn artikel daarover niet plaatsen. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen en dan dat Toen heb ik het in een boek ik, uitgegeven, uh... Levenslust en Doodschrift. Daar stond het uiteindelijk wel in. Ja. Nou ja, dat dat, soort dingen. Nou ja, dat is ook de achtergrond van zo'n zo boekje. Ja. En, uh, maar ja, met Elsevier. Ja, Elsevier valt mij ook heel erg tegen. Ze hebben een eigen correspondent in, uh, in Brussel. En uh, ze waren bezig met de, uh, met de benoeming van rechters in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat gaat via een nog weer een hoger instelling, in de Raad van Europa. En die zijn zo corrupt als de Nederlanders. En dat is ook naar buiten gekomen. Dus er worden, door corruptie uh, worden daar rechters benoemd. en die gaan straks over Nederland. En ik had vragen gesteld aan de Europese Commissie, want de Europese Commissie wil graag lid worden, zelf, van dat, van dat Europees Hof. Dus ik had ze om commentaar gevraagd van wat vindt u het feit dat uh, uw hoogste orgaan door corruptie wordt samengesteld, aangezien ze dus een anticorruptieagenda hebben. En toen kreeg ik uh, terug, uh, we gaan geen enkel antwoord geven. Nou, dat is voor de Europese Commissie heel bijzonder dat ze geen antwoord geven. Dus ik denk, nou, in het dossier van Elsevier is dit wel interessant, dus ik stuurde dat uh, op naar Elsevier. En uh, moet je zien wat ze nou antwoorden. En dan kregen, nou, daar gingen ze niks mee doen. Maar ik kreeg wel terug, uh, meneer Zijlser, kunt u wat namen doorgeven van parlementariërs die corrupt zijn? Ja, uh, dat heb ik teruggegeven, nou, uh, wie is hier de onderzoeksjournalist? Ga je gang. Uh, maar meer van dat soort dingen. Ik, de manier waarop ik vertrokken ben bij Binnenlandse Zaken, en ik werkte voor Binnenlandse Zaken, en heb dat met heel veel plezier gedaan, is ongelooflijk leuk om beleidsmedewerker te zijn op een ministerie. Dat, dat is echt dat is als ik dat aan mensen vertel, dan zijn ze altijd verbaasd. Maar het is echt, het is fascinerend om die in die omgeving te werken. Uh, maar mijn politieke visie was natuurlijk ook wel duidelijk. En op een gegeven moment, uh, nou toen begon het echt te stormen intern en uh, toen moest ik gewoon vertrekken. Oei. En uh, maar je bent en dat dus mensen dus gewipt uit het ministerie omdat mensen een beetje gingen proeven wat jouw werkelijke politieke denkbeelden waren? Uh, Oeh, nee, dat was in 2000. Wanneer heb ik kandidaat gesteld? 2006. In 2006 stelde ik mij uh, kandidaat voor uh, de Tweede Kamerverkiezingen. Ik stond uh, nummer 11 voor de PVV. En uh, toen dat dus uh, bekend werd, dat ik op een lijst stond dat ik mijn handtekening had gezet, dan vroeg de directeur, uh, die riep de directeur uh, mij bij zich en zei, nou, ik wil nu je ontslagbrief. Terwijl dat dus dat is in strijd met, met iedere wet. En, uh, dus ik heb hem een beetje verbaasd aangekeken en gezegd: goh, Ik vind het wel heel verrassend dat je dit vraagt. Want uh, uh, er staan hier in dit gebouw vijf mensen kandidaat voor de Partij van de Arbeid, waaronder één nummer 80. Ik vind het wel heel sneu als dat de consequentie is dat zij hun baan verliezen. Nou, toen krabbelde die man natuurlijk terug. Want dat was alleen de bedoeling dat ik mijn baan ging verliezen. Mm -hmm. En vervolgens heb ik op een. Uh, ja. Nou ja, niet eens heel ongemakkelijk hoor. Want uh, ik deed mijn werk gewoon echt oké. Okay. Ja. Uh, maar je, je proefde gewoon dat die sfeer niet meer goed was. En de dag na de verkiezingen, toen de PV met 9-zetels erin kwam. Ja. Toen kreeg ik in één keer felicitaties. Van, oh, wat leuk. ik ben okay. zo blij dat je dit gedaan hebt. Maar de steunbetuigingen aan mij persoonlijk. Ja. die kreeg ik van privé e-mailadressen van Absoluut. ambtenaren. Ja. aan mijn ja. privé e-mailadres, ja. En nooit in het openbaar. Behalve ja. één. Uh, een Turkse mevrouw ja. met twee paspoorten, die er naar mij toe kwam, en zei ook, oh, ik vind het zo goed dat je doet, dat je dit doet. Wist je dat je in Turkije geen moskee mag beginnen als, je, als die vorige nog niet vol is? En, maar in Nederland mag het altijd, en dan gaan ze nog op straat beren ook. Dat was natuurlijk een kemalist, die mevrouw. Precies. En, en uh, maar die kwam er vooruit, want die ja. was onaantastbaar. Ja. want dat was natuurlijk een Turkse mevrouw Precies. met twee paspoorten, ja. en, dat, en daar kon je dus niks mee doen. De slachtoffer-hierarchie, die staat ik, heel ik, hoog in de slachtoffer-hierarchie, uh, dus die mag uh, je niet meer kritiseren. Nou ja, ik, ik ben ja. dus gewoon gewipt. Ik ben gewoon in 2009 ja. kreeg ik gewoon een telefoontje. Ja. auken. Ja. je gaat eruit. En ja. uh, heeft niks met je werk te maken, met je politieke houding. En uh, uh, toen ja. heb ik dus positief gereageerd op een verzoek van Barry Matlener om in Brussel te komen werken. Ja. En, uh, uh, en toen de tijd. Uh, was Elsevier ook even in beeld. Want dit was wel een interessant verhaal natuurlijk. Mm -hmm. Maar Elsevier had er toen geen belangstelling voor. Maar vorig jaar. Dus tien jaar na dato. Ja. Toen kwamen ze er een keer op terug van. Goh, dat lijkt me wel leuk ook om er nou eens over te hebben. Uh, ja. Wie waren dat precies? Heb je ja. nog wat stukken? Most het naar de maaltijd? Most het naar de maaltijd. Rancuneus natrappen. Ja. Ik heb. Geen enkele hekel aan, aan de ministeries in Nederland, zeker nog. Ik vind het ja, fantastisch maar, maar, werk. Maar wacht even, even Anke. Nu gaat het echt over iets heel belangrijks, namelijk de politieke en maatschappelijke emancipatie van mensen met realistisch gedachtengoed. En dat is iets waar ik me heel erg voor inzet. Hè, ook ja. voor de nieuwe zuil. Hè, dus dat is precies wat wij dus willen. Hè. Wij worden gewoon niet bediend door deze instituties En wij vinden ook dat deze mensen ook gewoon rechten moeten kunnen hebben op gewoon een warme thuishaven. Ja. En niet dat je naar je werk hoeft te gaan omdat iedereen vijandig tegen je is. Niet dat het een, een safe space hoeft te zijn. Maar hoe kan het nou dat iemand die actief is van GroenLinks voor de PvdA voor D66, die zo ontzettend anders behandeld wordt, ook qua carrièrepad, dan, dan iemand die bijvoorbeeld jouw politieke stand deelt. Dat vind ik ontzettend erg. En een jonge dame, hè, dus zijn bij die ministeries altijd op zoek naar vrouwen, hè, want de ja. EU, het vrouwenkotum, dan moeten meer vrouwen doorstorten naar de top. En als het niet op natuurlijke wijze gebeurt, dan forceren we het wel. Dus ze wilden daar heel graag hebben. Hè. Ze waren super enthousiast over die vrouw. En zij studeerde dus bij, bij Binnenlandse Zaken. En toen werd bekend dat zij geflyerd had voor Forum voor Democratie in de tijd van het Oekraïne-referendum. Dus toen was Forum voor okay. Democratie nog niet eens een politieke partij. Hè? Maar gewoon alleen nog een denktank. Uh. Nee, bam, meteen klaar. Ze mogen meteen gaan. Doedeloe, nee, u gaat hem niet worden. Oh. Toen ze erachter kwamen Die... dat zij voor Forum voor Democratie gefluisterd had. Hè? En, en als wij dan... Als dit verhaal gaan vertellen en dit soort verhalen uit de haarvaten van de samenleving naar gaan brengen. Hè? Dan zeggen die, die pseudo-experts, die al die, die mooie mediabaantjes krijgen van het kartel, van het Media-kartel, die dan als expert worden opgevoerd, mm. maar eigenlijk gewoon pseudo-expert zijn. Die doen het dan af als uh, ja, maar dat is uh, anekdotisch bewijs. U probeert dingen te baseren op anekdotes. Nee, waarom? Zij zullen nooit een onderzoek willen doen. Nooit naar dit soort verhalen, nooit, want dat kan hun machtpositie alleen maar aantasten. En daarom is het zo belangrijk dat wij aan een nieuwe zuil gaan bouwen, Alke. Wat belang ja, hebben ja, zij nee, erbij nee, ik, ik heb, om dit heb... in kaart te brengen? Ja. Welk belang hebben zij erbij Super. om de discriminatie die ze zelf toepassen tegen mensen die anders denken dan zij, omdat binnen hun eigen machtsketen? Hè, in beeld te brengen. Wat belang hebben zij daarbij? Ja, nee, ik, ben, ik ben nog een keer terug geweest bij Binnenlandse Zaken. En ik heb een gesprek gevraagd. Zeg ik, wil het er nog eens een keer over hebben. Van wat hier nou gebeurd is. En, uh, nou, dat gesprek kreeg ik met, uh, met een directeur. Uh, twee juristen erbij, uh, gek genoeg. En, uh, uh, een beetje een ongemakkelijk gesprek, maar ik, zeg, ik, ik wil helemaal niks meer voor jullie. Maar wat ik wil uiten is dat jullie zijn als Binnenlandse Zaken verantwoordelijk zijn voor de democratische rechtsstaat. En als je een democratische rechtsstaat hebt, dan moet je ook zien dat de bevolking zich vertegenwoordigd voelt en vertegenwoordigd ziet in de instituten die over hen regeren. En dat betekent dat je iedere politieke stroming moet op een of andere manier ook zichtbaar aanwezig zijn in de overheid en niet alleen maar links. En uh, dus het is niet alleen krankzinnig dat jullie me weggestuurd hebben. Het is zelfs zo dat je me had moeten bellen. Want uh, hoeveel PVV'ers weet je die kennis hebben van de Eerste Kamer, kennis hebben van de Tweede Kamer, kennis hebben van het Europees Parlement. Uh, als Rijksambtenaar hebben gewerkt en daar gewoon onderdeel zijn geweest van de wetgevingsketen. En bereid zijn terug te komen. Er is er dus één in heel Nederland. Waarom? Je had moeten bellen. Sterker nog, je had me op algemene zaken moeten zetten als raadsadviseur. Want je hebt er namelijk maar één. Weet je wat verweer weer was? Nou. We hebben PVV'ers. Uh, help me even. Uh, iemand in de postkamer, toch? Dat was het. Ja, nou. Iemand in de postkamer. En dus, dat was de PVV. Ja. En Sterker nog, van, van iemand in de postkamer weten ze dus wat het politieke kleurtje was. Ja. Nou, het is echt bizar. Nou, ja. kijk, en dat is dus do as I say, not as I do. Hè. Dus die instituties zeggen, wij waarborgen de rechtsstaat, wij zorgen voor een evenredige afspiegeling. Ja, dan gaat het om allochtonen, om vrouwen, om homo's en dergelijke. Maar dus niet om forumstemmers, PVV-stemmers. Dan mag je ergens enveloppen open scheuren in de postkamer, weet je. En dus daarom is het met die instituties puur do as I say. En not do as I do. En daarom zullen we de emancipatie nodig hebben van een nieuwe zeil. Elke aan jou het laatste woord. Is er nog één ding, waar jij zegt, dit wil ik nog even de kijkers even meegeven. Zo, so, uh, famous last words. Um, als ik moet samenvatten wat er gebeurd is in, in Brussel, dan moet ik zeggen, van wat... Veel onvoldoende voor de voet is gekomen is dat uh, de mensen die daar zeg maar, over ons regeren ondertussen bestaan uit een regentenklasse die al niet meer beter weet dan dat ze hun nationaal belang moeten achterlaten en daar moeten streven naar een continentbreed compromis waarvan iedereen het slachtoffer is. En als ik mijn waarschuwing voor de toekomst moet uh, laten luiden, dan is het, beste mensen, u bent allen op enig moment pulsvissers. Uitgeschakeld, buiten de wet geplaatst. U doet niet meer mee en nou ja morgen is de verkiezingen dan kun je je stem tegen verheffen en ik hoop dat dat iedereen dat doet nou ik wil iedereen bedanken nogmaals uh, u kunt café weltschmerz natuurlijk steunen u kunt ook mij steunen ga googlen Sid Lucas back me steun mijn strijd om dit soort verhalen ook te laten brengen die we dus nooit horen in de mainstream media en deze mensen aan het woord te laten steun ook door het boekje te lezen ik hoop dat iedereen gaat stemmen wat je ook gaat stemmen als je links gaat stemmen of rechts gaat stemmen maakt niet uit ga sowieso allemaal stemmen. Ook ik wil u heel hartelijk danken voor dit wervelende gesprek. Ja, dankjewel.